Oktober was in het begin zonnig, maar ook nat. En voor de tijd van het jaar warm. De oorlog in Oekraïne ging onverminderd door. Heracles Almelo stond wekenlang aan de kop van de keukenkampioendivisie. En dit was wat A-Visie aan nieuws uit Almelo bracht. De vrijwilligersmarkt maakte de mensen enthousiast om een bijdrage te leveren aan het welzijn van Almelo. We organiseren sinds 5 jaar een vrijwilligersmarkt hier in Almelo. En er zijn 31 vrijwilligersorganisaties aanwezig. Die allemaal hier zichzelf presenteren om te vertellen wat ze doen, wat ze nodig hebben, wat voor vrijwilligerswerk ze kunnen bieden. En we hopen op zoveel mogelijk bezoekers. En misschien worden er wel concrete matches gemaakt. Nou, dat is ook heel fijn, maar ik denk ook heel veel belangstelling. Tijdens de 12e editie van het Liedjesmakersfestival werd vooral eigen werk ten gehore gebracht. Het is een, we hebben 24 acts op een dag. Dat is nog maar zelden vertoond in Hof 88 volgens mij. Okay. Dus we gaan van zaal naar zaal. Het gaat van singer-songwriter naar punk en alles ertussenin. De werkzaamheden aan de Henriette Roland Holslaan zijn afgerond. De verkeerslichten zijn verdwenen, inhaal is niet meer mogelijk en het dwarsprofiel heeft gescheiden rijbanen gekregen met een brede ecologische middenberm. Het niet meer kunnen inhalen betekent een verbetering van de luchtkwaliteit en reduceert de geluidsoverlast. Dit is grote winst voor de omwonenden en aangrenzende bedrijven. Bij stadsboerderij Beeklust konden weer planten geruild worden. We hebben onze halfjaarlijkse plantenruil gehouden. Dat doen we 1 keer per half jaar in het najaar en 1 keer in het voorjaar. En dan kunnen mensen alle planten die ze over hebben brengen en planten waar ze geïnteresseerd zijn, die kunnen ze weer terugnemen. Wat is nou het leuke aan groei en bloei? Het leuke aan groei en bloei is dat het allemaal mensen zijn die enthousiast zijn over alles wat met de natuur te maken heeft. En groei en bloei specifiek natuurlijk over planten en tuinen. Maar die mensen zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in de dierenwereld en in alles wat maar om ons heen gebeurt. Het milieu enzovoort. Dus enthousiaste mensen. Twens legde uit hoe mest verwerkt wordt. Wat u hier ziet is de dikke fractie. En in deze fractie zitten de fosfaten opgesloten. En die fosfaten die moeten buiten de Nederlandse landbouw gebracht worden. En deze worden verkocht aan landbouwers in gebieden waar een fosfaatvraag is. Eerst wordt de mest opgeslagen. De mest die wordt vanuit de pomput, zeg maar, wordt die gepompt naar de mestopslag. Vanuit de mestopslag gaat de mest naar de vergisters. En daar halen we biogas halen we uit de vergistingsproces. En dat vormen we om naar groen gas, wat weer geschikt is voor het openbare net. Acito bestaat 70 jaar. In het huis van Katoenen nu is de geschiedenis van dit familiebedrijf te bekijken. Deze tentoonstelling gaat over 70 jaar Acito. In 1952 zijn we opgericht, hier in Almelo. En we laten nu zien wat er in die 70 jaar allemaal gebeurd is. We proberen hier vooral verhalen te vertellen. Het is niet zo van in 1952 gebeurde dit en in 1954 gebeurde dit. Het is echt een tentoonstelling over de mensen die gedurende die 70 jaar bij Acito gewerkt hebben en de verhalen die daarbij horen. Dus het is ook niet alleen interessant voor Acito-medewerkers of ex-medewerkers. Het is eigenlijk voor iedereen leuk om die verhalen hier op te halen. Adorp vierde de terugkeer van speel- en beweegmogelijkheden. In samenwerking met de dorpsregisseur Sjoerd en de dorpsbewoners, dus echt de omwonenden, hebben we gekeken van wat zou er dan eigenlijk moeten komen. En we wilden vooral klimmen, klauteren en spelen en ontmoeten. En toen hebben we samen gekozen voor het speeltoestel wat er nu staat. En er komt ook nog een speeltoestel bij voor wat kleinere kinderen, maar die is nog in bestelling. Ouderenvereniging OVA bestaat 10 jaar. Dit werd uitgebreid gevierd in Hof 88. De OVA is een plaatselijke vereniging en is in 2012 opgericht. Straks een voorstelling in de kapel. Kunt u daar iets over vertellen? Nou, dat is een voorstelling van Hans Visser.
Dat is een heel leuk programma, ook met name voor ouderen. Nou, als Hans Visser is geweest, dan gaan we terug naar de theaterzaal waar onze OVA-band 3 kwartier zal optreden. Nou, uiteindelijk sluiten we af met een maaltijd. En dan, deze keer is dat een buffet. Almelo was verwikkeld in een nek-aan-nek race om de titel Nederlands kampioen tegelwippen. Ja, het ging prima, alleen er moet meer gewipt worden in Almelo. Meer tegelwippen. We zijn hier vandaag vanwege het NK tegelwippen in Almelo. Het gaat hartstikke goed met de tegelactie. En mijn collega Luc heeft hier net tegels opgehaald. En de actie loopt nog tot 31 oktober en Almelo staat op de tweede plek. Dus met een beetje geluk en enthousiaste inwoners gaat die eerste plek wel in zicht komen. Ja, dat inwoners hun tuin vergroenen, dat een positief effect heeft op het aantrekken van insecten, maar ook om wateroverlast te voorkomen. En ja, om samen te zorgen voor een fijne leefomgeving in Twente vinden we dat gewoon heel belangrijk. In het kunsttorentje werd Almelo gepresenteerd in de vorm van water. Ik ben de afgelopen dagen door Almelo gelopen voor het kunstproject in het kunsttorentje. En ik ben water gaan verzamelen op verschillende plekken. Ik denk dat vele mensen me ook wel rond hebben zien lopen met mijn emmertje en mijn rugzak met glazen stenen. Ik ben op heel veel plekken geweest. Soms dat ik in een fontein stond en dat mensen vroegen, wat ben je eigenlijk aan het doen? Of het zwembad binnenlopen, het sportpark. En vragen van, ja, ik heb misschien een niet zo standaard vraag. Zou ik wat water van jullie zwembad mogen? En ik ben eigenlijk overal super warm ontvangen. De heer Stork is al 40 jaar raadslid van de gemeente Almelo. Avisi ging op bezoek. Ja, ik kijk eigenlijk met heel veel plezier erop terug. Het is een boeiende tijd. Er is heel veel gebeurd. En er is heel veel veranderd. En dat het is leuk om daar mee te kunnen spelen. En mee te kunnen beslissen in die tussentijd. We zijn geen ambtenaren. De ambtenaren moeten het uitvoerende werk doen. Wij moeten alleen besluiten nemen. En als je dat fulltime gaat doen, nee, dan krijg je hele wonderlijke verhoudingen. En iedereen die zich met alles gaat zitten bemoeien. En dat is niet de bedoeling. De begroting van het nieuwe zwembad viel 5 miljoen euro hoger uit dan gepland. Uiteindelijk zal dit zichzelf terugverdienen. Je ziet gewoon als gevolg van die oorlog in Oekraïne gewoon een stijging, explosieve stijging van de bouwprijzen. Gas is duurder geworden, dus ook de productie van bouwmaterialen. En dat tikt door in zo'n aanbesteding, helaas. Dat is waar we mee geconfronteerd zijn, dus dat hebben we niet kunnen voorzien. En we zullen dus nu moeten de afweging moeten maken. Willen we die extra budget beschikbaar stellen? Schuldhulp Avedan geeft lucht bij financiële problemen. Ik denk dat er toch nog best wel wat mensen zijn die schaamte ervaren of die toch wel angst hebben. Wij zijn er juist om erger te voorkomen. Wij helpen mensen dan om inzicht weer te krijgen in inkomsten en uitgaven. Wij helpen mensen om die administratie op orde te krijgen. Het is zelden dat we geen resultaat boeken. Mensen zijn uiteindelijk heel erg tevreden. Hebben de administratie weer in mappen zitten, durven de post weer te openen. Betalingsregelingen zijn soms getroffen. Mensen weten hoe ze nog meer inkomsten kunnen genereren door bepaalde toeslagen aan te vragen. Of een kwijtschelding te regelen. Mensen gaan eigenlijk wel heel erg gelukkig, zelfstandig verder. Er kon weer gegriezeld worden in de binnenstad. Het Doepark beleefde de nacht van de nacht. En daar willen wij aandacht vragen voor de oververlichting die er is. Er is namelijk veel te veel licht in de avond en de nacht. En dat veel te veel licht is heel erg ongezond voor mens en dier. Het IVN heeft een prachtige wandeltocht uitgezet in de Gravenallee.
En daar kunnen volwassenen en kinderen allerlei leuke opdrachten doen. Met zintuigen, er wordt aandacht geschonken aan nachtvlinders. En een prachtige wandeling en een huifkarretocht staat ook nog op het programma. In het donker natuurlijk. En dat is natuurlijk wel heel erg speciaal. Wijkcentrum Egbertus hoopt ondanks alles open te kunnen blijven. Er komen nog wel behoorlijk veel bezoekers. En we zitten hier in een buurt waar nu een van de rijkste is. En bij ons zijn de prijzen nog behoorlijk betaalbaar. Ja, we zijn nu ergens mee bezig met de gemeente. Daar kan ik me nog niet over uitlaten verder. Maar ik hoop dat het iets voor ons gunstig uitpakt. Tussen de 200 en 250 mensen komen hier, maken gebruik van het gebouw. Het zijn allemaal vaste groeperingen. Ja, die willen in feite hier nooit weg. Die willen graag het gebouw losholen. AFM-radioprogramma Symfonia beleefde haar 1500ste uitzending. In 1993... voortgekomen uit een ander muziekprogramma ben ik een symfonisch rockprogramma begonnen bij destijds nog Radio Almelo. Onder de naam Symfonia, een verbastering van symfonische rock en daar een beetje eigen draai aan gegeven. Ik heb het opgericht, maar de huidige heren hebben het uitstekend overgenomen en voortgezet. Dus ik ben blij dat het nog bestaat en dat de jongens nog steeds enthousiast zijn. Dus, en dat ze dat nu vieren hier in het theater met het optreden van een hele leuke Friese band, ja, dat kan ik alleen maar waarderen.